Jo, was een 0-0 vandaag het hoogst haalbare? Ja, ik voelde in de wedstrijd gewoon dat het dat de grote kansen uitbleven. En de mogelijkheden, hopen op mogelijkheden tot kansen. Ja, en er waren een paar halve in de allerlaatste seconde misschien nog wel de grootste. En dat was voor Marcel Sijp, die in een halve omhaal probeert op de goal te schieten. Die had meer tijd dan hij dacht. En als hij meer tijd had genomen, dan had er misschien wat meer in gezeten. Maar dan had hij niet kunnen weten dat hij zoveel tijd had. Maar dat was ook het enige. En voor de rest vond ik het inderdaad wat vlak. Ja, dat zijn lastige wedstrijden, weinig hoogtepunten. En dan moet je zorgen dat je de nul houdt, dat je hem sowieso niet verliest. En hopen dat er nog een momentje komt waardoor je een goal kan maken. Die komt nog in de allerlaatste seconde met Sijp. En dan is het jammer dat hij dan niet erin gaat. In ieder geval, die bal die komt daar en wordt verlengd door een van hun. En dan vliegt de lucht in. Ik had het idee dat er iemand aankwam. Dus ik had het idee dat ik hem, omdat ik al half in de halve omhaal zat, had ik het idee dat ik hem heel hoog moest pakken. Anders dan werd het een gevaarlijk spel. Dus ja, en dan hoor ik achteraf dat ik net iets meer tijd heb. Dus dat is wel jammer. Van, ik stond echt, nou, ik denk 2-3 meter van de goal. Ik heb hier nog nooit gezien dat hier op een goede wedstrijd wordt gespeeld op van niveau. Dat je elkaar lekker kan inspelen. Dit kunstgras is zo plat als een dubbeltje en er is beton. Daar kan waarschijnlijk Almere niks aan doen, maar de gemeente wel. Maar daar is gewoon heel moeilijk voetballen. Dus dit is net zoals een slecht grasveld. Ga om met de omstandigheden die er zijn. En zorg in ieder geval dat je de nul houdt en dat wij er vandoor kunnen gaan met een goal. Nou, dat bleef dus gewoon uit. Nou ja, ik vond dat wij in de eerste helft gevaarlijker waren, wat mogelijkheden uit standaard situaties. Met een bal die geloof ik Kas kopt, waar Sijp hem eigenlijk zo binnen kan koppen. En daar lagen wel mogelijkheden. Nou, dan moesten we gewoon alleen uitkijken voor de counter. En dat we gewoon wel de organisatie gewoon vasthielden. Dat ze sowieso drie plus één middenvelden erbij houden. En dat we dan hopen op onze kansje, maar dat we er nul wel achterin moesten houden. Want dit een hele belangrijke wedstrijd was die we niet mochten verliezen. Ik denk dat we iets minder open huis hebben gespeeld. En net iets zakelijker. En dat kon je denk ik terugzien. En misschien dwing je daardoor zelf ook iets minder kansen af. En dat krijg je er ook voor terug. Maar ik denk toch wel dat wij misschien ietsje meer recht hadden op 3 puntjes. Hè, maar nou wat ik zei, ik denk dat we goed gespeeld hebben. Dus uiteindelijk moet je minpunt blij zijn denk ik. We hadden inderdaad vooral de tweede helft, waren we natuurlijk alleen maar vaak op hun helft aan het spelen. En dan waren we wat slordig. En als we wilden gaan combineren of een spits in wilden spelen om bij te sluiten, dan zat er net een pootje ertussen van een Almere speler. En dat was het enige wapenfeit waar zij op reageerden. Heel snel pakten we weer de bal af en gingen weer over tot, komen tot een mogelijkheid, een kans, een aanval. En daar waren hele slordige momenten bij. Kijk, we hebben de nul gehouden en bijna weggegeven. En nou, we hebben maandag weer een wedstrijd. Het is alleen jammer dat alle concurrenten wel gewonnen hebben. Ja, dan moet je maandag maar weer omdraaien. Zo is dat. Ja, dat is een ploeg die het heel goed doet. Hè, die denk ik na het verlies van Roda tegen Os, jammerlijk genoeg, stevig op de tweede plek staat. Dus ja, we zullen het zien. We zullen flink aan de bak moeten, want Eindhoven is één van de betere. De één na beste ploeg van de Jupiler League. Dus het wordt heel hard werken. Mooie uitdaging. Absoluut. Dat is ook weer zo. Want je moet aanhaken en blijven. Daarom ben ik ook nog wel blij met een punt. Maar dan moet je maandag wel gaan 3-plussen. Want alle concurrenten winnen.